Ja, boom, Daar zijn we. Nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Hoe heet deze, Robert? Europa's Ruk naar links. <laughs> dat gooi je ja, er zo even uit. Gewoon, ja, ja. Europa's Ruk naar links. Ja. Tombreker. Ja. Ja. <laughs> en waarom niet Europa Rukt naar links? Ja, dat kan ook. Kan ook, hè? Ja. Europa's Ruk naar links. Allemaal Ruk. Ja, nee. het is sowieso ja, het Ruk. Is sowieso ruk. Goed, Europa is ruk naar links. Jawel, voor uh, alle bazige bazen. Na afloop van deze uitzending gaan we nog een uur lang door op Vievoorvalentijn.com. Ben je nog geen baas, Dan word je dat op Vievoorvalentijn.com. En um, ja, ben je dat wel? Dan, dan zien we je gewoon straks daar. Maar eerst hier. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen met uh, de miserabele verkiezingsuitslagen in Europa. Ja, want we hebben Frankrijk gezien, we hebben Engeland ja. gezien. Uh, wat zit er nog meer aan te komen? Uh, nou, volgens mij vrij weinig, maar dat vind ik al redelijk uh, deprimerend. Ja, ja, het is uh, super ellendig. Dat uh... dus de dat we beginnen met die van, uh, van Frankrijk. Met okay. uh, Le Pen, die um, vorige week um, nummer één was in de kleine in, de de maar ook gewoon in de, in de uitslag van de verkiezingen. Ja, uh, nummer één uh, had was bij de eerste ronde was. Bij het. de eerste ronde ja. zou uitkomen op 294 zetels, geloof ik. Ja, dus het dus winnen in 294 districten. Uh, Absoluut nummer 1 en meerderheid. Ja. Yeah. En vervolgens, toen men dat doorhad. Frankrijk kent dat systeem waarbij je dus in twee rondes moet stemmen. als je niet meer dan 50% van de stemmen haalt in de district de eerste keer. Mm -hmm. En dat gebeurde, geloof ik, in 76, 76 districten gebeurde dat wel. Dus daar waren direct okay. uh, congresleden, um, leden van het parlement, gekozen. Maar voor, voor meer een merendeel van de bijna 600 um, districten moesten er een tweede ronde komen. Ja. Yeah. Toen heeft Macron's partij gezegd in heel veel districten en soms um, van de linkse partij. Wij gaan niet meedoen in een district, zodat we meer kans maken om Le Pen te verslaan. Oké. Okay. En, en hoe werkt dat dan precies? Ze doen niet mee in dat district. Hoe maken ze dan meer kans? Je hebt in Frankrijk heb je een districtenstelsel, mm -hmm. um, net zoals in Amerika, waarbij je dus per district een congreslid stuurt naar uh, het parlement. Ja. En je hebt dus een verkiezing met alleen maar de mensen die dus um, zich verkiesbaar hebben gesteld voor dat district. En als je, dat kunnen er 2, 3, 4, 5, 6 zijn. En je moet meer dan 12,5% van de stemmen gehaald hebben, überhaupt om naar de volgende ronde te gaan. Ja. Maar als het nou gebeurt in een district met vier partijen, dus je hebt uh, Le Pen, je hebt die extreem linkse lui, je hebt ja. uh, um, um, Macron's partij en, en nog een vierde, uh -huh. ja, dan gaan, er zijn dus vier keuzes. Ja. En um, waarvan drie niet Le Pen zijn. Ja. Dus drie, en als die allemaal samen gaan. Als, als de twee dan wegvallen van die niet Le Pen zijn, dan zeggen ja, dan, want dan gaat waarschijnlijk gaan die dan stemmen op de enige niet Le Pen uh, kandidaat die overblijft. Dan verliest de uh, verliest. Le Pen kandidaat. En dan gaat er dus ook helemaal niemand. Uh, dan, dan gaat, gaat er, er niemand inderdaad van, ja. van, uh, van die partij naar het parlement. En dat is dus gebeurd. Ja, ja dus de, en ik hoorde zelfs eventjes voorbij komen. In de current ratio van deze week. Dat um, Arno legt uit dat als dat niet gedaan was. Ja. Dus als ze het gewoon gelaat hadden. dat uh, Le Pen de grootste was in alle districten. behalve Parijs. Klopt. Nee, dat, is dus, dat is dus sowieso. Maar dat is dus interessant als je kijkt naar hoeveel, st welke, hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Dan, yeah. he, he, zijn, dan um, heeft Le Pen de meeste stemmen gehaald in, el in elk district, behalve Parijs. Yeah. Ze hebben 10% meer stemmen dan de nummer 1. Die is die linkse, partij, de linkse groep die nu gewonnen heeft. Ze hebben 10% meer stemmen gehaald. Yeah. Maar omdat het dus zo'n districtenstelsel is uh, waarbij ze... Um, nou, je ja. ziet gelijk hoe handig zo'n districtenstelsel eigenlijk is. Nou ja, het is vooral. Ik had ook een discussie daarover met een aantal vrienden: van wat, wat is het voor rariteit? En Amerika kent het ook. En ik ben eigenlijk wel een voorstander van districtenstelsel. Omdat je. Um Um, een, het is een vorm van decentralisatie. Ja. Dus je, bent, je kiest mensen die wonen in jouw omgeving, die jou vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Okay, yeah. Echter, wat raar is, dat zij dat in twee rondes doen. Ja. Waardoor je dus een soort van sneak preview krijgt van oh, dit gaat er gebeuren. Ja. En dus die verkiezingen kan gaan beïnvloeden. Dat is dus dezelfde reden waarom wij tijdens het stemmen geen peilingen of tussenstand uitbrengen, want dan gaan mensen in één keer harder lopen of minder hard lopen ja. door die resultaten die uit zijn gekomen. Exact, ja. En dat is dus gebeurd. Dus zij hebben gewoon gezegd, van, oh, wacht even, dit is uh, onhandig. Wij trekken ons gewoon terug in 200 districten, doen we gewoon niet meer mee. En Macron is dus ook niet... Uh... Maar je zou toch zeggen, dat is, ik bedoel, weet ik veel, als een voetbalelftal besluit om niet te gaan spelen, weet je, dan is de wedstrijd is klaar, weet je. Ik bedoel, dan, ja. dan, dan um, het, het is toch raar dat je, dat je gewoon in 200 districten, dat zijn het leeuwendeel van alle districten dus, uh, dus een derde. Al oh, een derde iets, is Iets meer dan, dat dan, een, dan een derde. Ja. Dat ze zeggen we doen niet meer mee. Je kan toch niet als, als partij zeggen we doen niet meer mee. Ik vind het ook. Ik moet zeggen ik vind het zo nihilistisch dat je <laughs> ja. dat je dat je eigenlijk zegt van nou weet je wat wij doen helemaal niet meer mee zodat een andere kandidaat niet wint. Ja. Dat is bizar. Ja. Want je wil zelf winnen. Ja. Maar dat je zegt van nou ik ga gewoon de hele game ga ik verpesten de yeah. ander niet wint. Ja. 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 Ik wil steeds voor dat je in de halve finale tegen Spanje gewoon Iedereen eruit trapt, weet je? De hele schoon, zo van oké, okay, dan word je zelf, gedisqualificeerd. je weet ik veel, je mag niet meer meedoen, maar de, maar de, maar Spanje gaat niet in de finale komen. Ja, dat is toch bizar, gewoon ja, het is het bedoel, zo ook niet eens dat, uh, want nu heeft dus een wat ze wat zeggen links of extreem links, ik weet niet hoe links ze zijn, maar goed, iedereen is links, um, heeft nu gewonnen en het is nu nog niet per se dat Macron, die zat niet in de in, in diezelfde, nee, groep Macron met die is mensen. wel weg toch. Nee, Macron is president. Want ze hebben ja. daar dus een, ze hebben daar dat systeem van een uh, ja, maar die gaat vervangen een Parlementaire worden. republiek. Huh? Maar Macron gaat. Uh, dat zien we over twee jaar geloof ik. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus Macron blijft. Macron is president. En er komt een nieuwe minister-president. Ja. Um, want dat, dat is, net zoals bij ons, heb je dus een verkiezing voor de Tweede Kamer. We ja. hebben we nu ook gehad. En vanuit de Tweede Kamer kies je een, een kabinet en minister-president. Uh -huh. Dus dat gebeurt nu ook. En die heeft met name zeggenschap over de binnenland, binnenlandpolitiek. Uh -huh. En de president die heeft zich met met de buitenlandpolitiek. politiek. Um, dus die Macron blijft zitten. Ja. Uh, en over twee jaar gaat, uh, uh, gaan, we, gaan we presidentsverkiezingen zien in Frankrijk. En dan is dus de vraag. Dat is Le Pen natuurlijk de op, grootste. Maar Le Pen, gaan ze dat weer doen op deze manier? Nou, nou dat, dat kan dus nu niet. Want dan krijg je dus wel gewoon Popular Vote. Dus dan, ah, oké. Okay, ja, ja. Dus nu staat ze dus met kop en schouders boven. Ik bedoel, het is gewoon de grootste partij van Frankrijk. Alleen. Ja door de strikte zo is dat anders uitgevallen die in twee rondes wordt gehouden. En nu is Le Pen toch de derde partij van Frankrijk. Ja. Ja, dus dat dat ik ja. bedoel, het is zo niet representatief. Het nee. is bizar. Het is echt bizar. Ja. Het het laat ook echt zien hoe ontzettend kapot democratie is. Misschien is het idee wel mooi, maar ja. het is door de tijd heen zo ontzettend verwaterd en ja. stuk gemaakt dat er is echt nauwelijks nog wat van over. Kijk, het is heel dubbel. In Amerika heb je dus datzelfde stelsel. En als je kijkt naar, naar de districten en um, in hoeveel districten Republikeinen winnen, dan winnen zij in de meeste districten, ja. winnen zij. Alleen hm. ze hebben nooit de meerderheid van de stemmen. Daar schermde... Um, hoe heet ze nog uh, Hillary nog mee toen ze verloor van Trump ja. Ze van ja ik heb twee miljoen meer stemmen gehaald dan Trump Zoiets was dat toen ja, ja. dat was ook zo omdat ze inderdaad in dat um, om, omdat zij omdat zij meerderheidstemmen had gewonnen maar niet in alle districten um, daar je dus daar werken ze dus wel met kiesmannen dus daar heb je een beetje hetzelfde uh, uh -huh. representatieve systeem als ook bij de congresverkiezingen ja. en daardoor verloor ze maar ja, als je dan kijkt naar welke locaties stemmen met name Republikeins, ja, dan is het hele land zo'n beetje rood behalve de west- en de oostkust, de, ja. de grote steden en de, ja. Californië en New York, die zijn, ja. en daar wonen heel veel mensen. Dus omdat zij met name democratisch stemmen, hebben democraten in absoluut aantal meer stemmen. Maar ja, is dat dan representatief voor het hele land? Ja. Dat kan je dan nou ja goed dan zodra je een beetje lokale uh, politiek hebt, dan hoeft dat niet zo erg te zijn. nee precies weet je? Dat, uh, dat is waar natuurlijk. ja dus misschien moet je het gewoon helemaal. überhaupt hey, is dit een, weer een aanslag. hoe zeg dat een um, aanklacht tegen de grote nationale um, ja. representatieve democratie. N nou, en, waar we met de EU natuurlijk uh, steeds meer naartoe gaan ook weet je dat, uh, hoe was de opkomst in Frankrijk? Uh, weet ik niet eigenlijk gezegd hoe, okay. hoe dat was. Uh... oké okay, want we hebben het zo meteen ook eventjes over de UK en uh, daar was de opkomst historisch laag. Oh ja. Ja. Turnout French elections 2024. 63 procent. Ja, oké. Okay. Nou goed, iets. Splitting in de first round a week ago. Ja. Nou, oké, okay. dat is wel wat. Dat soort verkiezingen vaak doen. Maar goed, ik bedoel, het is, nee, het is meer is 90. dan 90. Ja, daarom neem het is ook meer dan in de UK bijvoorbeeld. Maar uh, nee. goed, oké. Okay, um, um, dan het Verenigd Koninkrijk. Daar waren verkiezingen. Daar was uh, Rishi Soenak. die had er een potje van gemaakt. Zo erg dat uh, de, 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 de conservatives eigenlijk niet gewoon niet meer. soort van. Die, die durfden eigenlijk niet goed meer naar buiten en zo. En nee. naar, de, naar de kroeg en uh, naar, de, naar, de, naar de supermarkt. Die hadden echt een puin zo van gemaakt. En. Um, ja, dan is de logische reactie dat dus Engeland massaal op de andere partij gaat stemmen. Mm -hmm. En dat was in dit geval, is dat dus weer Labour mm -hmm. uh, van Starmer, hoort die guy? Starmer, ja. Ja, van Zacht met die Starmer. Ja. En um, ik geloof ik. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, um, ja, weet je, ook daar kun je dan afvragen: in hoeverre was dat. Um, ik zou eventjes kijken, want ik heb ook de. Um, Ke -ke keer, keer, keur, 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 Starmer. Oh. Um, even kijken. Een... Oké. Okay. <laughs> Ik heb wel de fototurnaut. Ik heb volgens mij ook uh... ja hier, dit is uh, Politico. Uh, Europa is blij natuurlijk met Starmer. Ja. Want het is een uh, historic UK election, noemen ze dat dan. Helaas heeft um, uh, uh, onze grote vriend. Um, uh, hoe heet ook Nigel Farage, ja, Farage heeft uh, uh, heel weinig stemmen gehad. Hij is wel terug in het parlement. Yeah. Dat is altijd wel uh, voer voor leuke video's. <laughs> yeah, precies. Gaan we, gaan, dat is wel ja, voor, qua entertainment is dat belangrijk. Um, maar goed, Starmer die is nu dus um, uh, aan de macht in de UK en dat betekent dat we tegelijk ook de eerste grote um, wat, wat hadden ze dan gedaan ze hadden gelijk een of andere communistische wetten doorheen gejankt dat ik weet het wel van uh, bij um, de extreem linkse mensen in Frankrijk die willen hebben nu al voorgesteld om een wealth tax in te voeren van 90% ja. voor de rijken. Ja, bizar. Ja? 90%. <laughs> What the fuck. Ik denk dat er niemand met geld nog uh, in Frankrijk kan nee. wonen. Dat is echt klaar. Nee, dat, dat is wel zo. En dit, maar hier is dus een beetje hetzelfde aan de hand ook als in, uh, in Frankrijk. Mm -hmm. Maar daar had je Verwaars die poelde, dat zagen we vorige keer, gelijke, op gelijke voet met de, de Tories. Yeah. Met de partij van Richie Sunak. Um, maar heeft dus, dat heeft maar op één plek volgens mij gewonnen. Dat is inderdaad één of twee plekken. In ieder geval de plek van Nigel Verwars. Mm -hmm. hij, hij komt met één of twee zetels, komt hij nu met zijn partij in het parlement. Dat is meer dan. UKIP daarvoor, en dat was geloof ik uh, uh, niks. Mm -hmm. Maar je, hebt dus, je had daar drie of vier of vijf kandidaten... ook weer per district die meededen. Yeah. En dit ging in, um, wel gewoon in één ronde. Yeah. Um, maar je ziet dus dat de Tories hist het historisch slecht gescoord hebben. Ze hebben het laagste gescoord ooit. Ja, en omdat, denk ik, dat verdeeld is tussen die partijen... van Nigel Verwars en uh, yeah. de Tories. Dus die hebben samen waarschijnlijk best wel veel um, stemmen gehaald. Alleen net niet alleen verdeel je dan de stem tussen die twee en die van Labour. Ja, en dan wint Labour. Ja. En hier heb je dus geen uh, lafbekken die zeiden... nou, weet je wat, dan uh, Nigels en niet, nou, dan gaan we iets meedoen. Als, ja. Omdat anders Labour te groot wordt. Ja, dat is te kut. Um, uh, even kijken. Ik heb nog even gekeken wat de voter turnout was in, um, in de UK. Die was historisch laag. Die uh, was net iets onder de 60%, geloof ik. Uh, wat helemaal, je ziet in dat grafiekje ongeveer wat, wat de turnout historisch vindt. Het is niet de laagste ooit. Het is, het is zelfs een keertje echt veel lager ja, geweest. Ja. Maar um, wat interessant is, is dat jongeren totaal niet meer gaan stemmen. Die hmm. zijn echt afgehaakt. Um, en en ook uh, wat je <laughs> ziet, is dat. Um, uh, hoe heet het? De, 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 uh, f, uh, volgens mij hebben ze een soort onderzoek gedaan. Van alle mensen die gestemd hebben op Labour. heeft maar 5% dat gedaan voor de standpunten waar Labour voor staat. Wow. De 95 heeft gestemd op Labour. Om een alter, omdat ze een alternatief wilden voor Rishi Sunak. Okay. Hoe gestoord is dat? Wel jammer dat ze dan niet voor het andere alternatief hebben gekozen. Ja, raar toch? Is dat ja. Dan om, ja, misschien is dat weer de strategische stem... omdat ze denken dat die partij. Dat zou niet, kunnen. Ja. Al moet ik zeggen wat ik zei. Ze stonden in de peilingen gelijk of net achter de Tories. Dus dat zou het niet, uh, niet moeten zijn. Ja, ja. Heel, uh, heel vreemd en jammer, maar op zich dan wel weer. Hoopvol, want dat is mij waar we naartoe moeten gaan. Dat deze hmm. onzin niet werkt. En dat, eh, dat jongeren dat doorkrijgen. Lijkt me alleen maar, eh, nou ja, kijk, het is die discussie van wij hebben hem al vaak gevoerd in. Ik vind het ook echt een van de belangrijkste discussies samen met inflatie. En daarom moeten we dat hier ook steeds voeren. Is het mogelijk om een kapot systeem van binnenuit te repareren? Ja. En dat is de vraag, mm -hmm. weet je? En ik bedoel in principe zou je zeggen nee, weet je? Dat is de meest voor de hand liggende. Ik bedoel, iets wat kapot is, kan je niet je kan een rijdende auto niet repareren, weet je? Iets, mm -hmm. Een systeem van binnenuit, dat heeft veel te veel incentives om door te gaan en door te gaan en door te gaan. Dat kun je niet meer fixen. Ja. Yeah. Um, maar aan de andere kant, we hebben gewoon en we moeten nog zien hoe het helemaal uitpakt, maar we hebben het voorbeeld van Argentinië. En nou is dat wel, daar gaat wel tachtig jaar financieel wanbeleid aan vooraf. Voordat mensen een keertje zoiets hebben van: nou, nu is het genoeg geweest, nu gaan we Libertariër uh, als minister-president uh, beedigen. En dan kijken of dat werkt. Het zou kunnen. Ik bedoel, het is niet onmogelijk om een kapot systeem van binnenuit te repareren. Maar ja, het vereist wel hele bijzondere omstandigheden. Ja, precies. En dat is, ik maak ook een tweet van iemand die had gereageerd op een post van mij. Um... Ik heb geen idee welke post dat nog was, maar er staat in feite: staat daar zijn politici in een democratie vooral gevangen door de publieke opinie, die de publieke opinie het meest kan controleren, hebben de meeste macht, en ik denk wel dat dat ja. het geval is. Dus de, het is natuurlijk, ja, ja onze media is massaal propaganda er zijn propaganda-outlets ja. geworden. Ja. Weet je, we hebben dat uh, um, nou goed vanaf corona heb je dat heel duidelijk kunnen zien, maar met alle onderwerpen, weet je, of het nou Oekraïne is of uh, Um, Orban, Orbán, die nu weer de boer op gaat om vrede te stichten. waarvan het FD gewoon zegt: van ja, dat is een schande voor Europa. Weet je wat de fuck? fuck? Weet je, ik bedoel, dat soort, dat soort outlets zijn gewoon door en door en door um, uh, bezoedeld door, door de macht. Weet je, en door geld en adverteerders en weet ik wat. Dus dat is hopeloos. Ja. Dus dit is waar. Ja. Maar dat, dat, uh, ik haal het aan omdat je kijkt naar Argentinië. dat is misschien nu de enige in de recente geschiedenis die nu nog goed gaat. Uh, waarbij het denkt eerst de publieke opinie zo veranderd is dat daaruit voort iets komt, waardoor, uh, waardoor het gaat veranderen. Ja. Maar, en ik, want dat is waar we voor mij twee weken geleden over hadden. En dat is, het is, het is wel blijven hangen. Het artikel van, van was het Kedo Instituut. Van wat, wa, waarom zitten we nou in deze spagaat met slechte leiders en slechte politici? En is dat een onderdrukkend systeem van mensen die achter de, achter de schermen allerlei dingen aan het uitvoeren zijn, verborgen agenda's waardoor um, we met deze onzin zitten opgezadeld. Of is het gewoon omdat mensen daar toch voor stemmen en pleiten en, en dat willen? Ja, en ik we ben zijn het zelf. Ja, ja en ik ben, ik ben toch steeds al meer van mening dat dat laatste het geval is. En dat, en dat politici dus inderdaad gevangen worden gehouden door de publieke opinie... En als die publieke opinie goed is, ja, dan krijg je geen, geen Labour en geen uh, eerste partij van. Uh, hoe heet die? Die, muts, uh, die linkse mensen in, in Frankrijk. Van ja. Geert Wilders. Die, want ik wil ik, ik het ook nog. Geert Wilders is natuurlijk gewoon net zo links. Le Pen is ook net zo links. Dus ook als zij hadden gewonnen. Ja, het was leuker geweest. Omdat bepaalde mensen dat niet kunnen trekken. Track, mm -hmm. Maar volgens mij financieel. Ik zag. Hoe heet die? Uh, Moujadjid. Ik kan nooit zijn naam uitspreken. Ja. Edi Moujadjid. Ja, ja. geen goed deze keer. Die zei van. Um, bij de winst van, van die linkse lui in Frankrijk. Want dit betekent het faillissement van Frankrijk. Ja. Maar dat had ook betekend als Macron had gewonnen. en ook dat betekent als het Le Pen had gewonnen. voegde hij die, die eraan toe. En ja. Dat is natuurlijk wel nog steeds het geval. Dus Europa rukt naar links. niet alleen met de partij die nu winnen. maar ook met Wilders. En als Le Pen had gewonnen. Ja. Ik denk, Reform was misschien anders geweest. Die had een, die had een uh, van Vargas, die heeft echt wel een klassiek liberale inborst. Maar, maar het is inderdaad, je hebt gelijk. Dat liberale is er wat, Dat bestaat niet meer. Nee, in maar wat, dat is dat, echt weg. Ja, om, en ook omdat mensen het dus niet willen, denk ik. Ja, nou ja, goed. De meeste. Ik, kijk, er is een soort wisselwerking. Mensen die niets hebben, gaan hun hand ophouden. En degene die hun hmm. het meeste belooft, daar gaan ze op stemmen. Ja. Dus dat is. Dat, dat letterlijk hebben we dat voorbeeld in Argentinië gezien. van iedereen die tegen Javier uh, uh, Milei was. dat waren mensen die afhankelijk waren van de staat. En dat wordt op een gegeven moment een hele grote groep mensen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat wij in Europa ook al zijn. En Frankrijk is bij uitstek zo'n land. Mm -hmm. Dus dat, uh, in Nederland weten we dat van de. wat was het? 6 miljoen werkenden. of in ieder geval. 50% van de mensen die. van de werkenden in Nederland. werken direct of indirect voor de staat. Mm -hmm. nou, in Frankrijk schijnt het nog erger te zijn. Er uh, hangt nog minder een ondernemersklimaat. Dus dan, ja, dan heb je dus sowieso uh, uh, de hel. En nog steeds is Le pen zo groot. Weet mm -hmm. ik bedoel Dat is, dat, dat is bizar. Maar mm -hmm. goed, uiteindelijk is dat dus ook een linkse politicus. Ja. En, dat, uh, en, niet, en weet je, mensen denken bij links altijd, weet je, want er wordt gescholden en gestrooid met woorden zoals fascisme en nazi's. Wij hebben het over de economische kant. Yeah. Al die politici zijn economisch gezien links-wilders, is economisch gezien gewoon extreem links. Gewoon net als de SP. Precies hetzelfde. Het gaat om geldcreatie. Het gaat om de staat als, als hoeder voor, het, uh, uh, voor de financiële gezondheid van burgers. Um, ja, en dat, daarbij dus uh, hoge belastingen. Um, uh, veel uitgeven, ve Heel veel uitgeven, vooral dat. En geldcreatie. Ja, ja. ja Het is heel treurig, is dat ja. Ja, en daarmee gaan we de oorlog niet winnen. Nee, nou ja, goed. Uh, we gaan sowieso geen oorlogen winnen. Daar zijn oorlogen ook niet voor. Nee. Die, die, <laughs> die worden ook niet gewonnen. Er is nog een mooi artikel over het ook. Maar eerst nog even het politieke rijtje even afmaken. Ja. Um, Want je, je noemde het heel mooi uh, Milay. Want de andere, de andere gozer heeft van zich voorgevallen ah, natuurlijk. Nog één ding over Starmer trouwens. Ja. Weet jij waar hij vandaan komt? Nee. Hij komt dus ook uit de inlichtingenhoek. Oh ja. En uh, hij is, want hij is prosecutor geweest, volgens mij. Ja. Um, en uh, is betrokken geweest bij die zaak tegen Jimmy Seville. Civil? Civil? Jimmy Seville, Zoiets. Hij was een. Um... Is hij politicus? Nee. nee. Nee, hij was volgens mij een soort TV-celebrity die ja. uh, voor pedofilie uh, oh, op een gegeven okay. moment gepakt was. Uh, en die is dat is helemaal onder het tapijt. Uh, dat heeft jaren gelopen. En um, uh, dat is uiteindelijk onder het tapijt geveegd. En het grappige is daarin um, uh, een hele mooie uh, overeenkomst met Nederland, natuurlijk. Waarbij ja. onze eigen dik schoof uh, um, schijnbaar betrokken was bij de Rolodexzaak zaak van Joris Demming. Ja. Dus dat, uh, dat en omdat hij toen um, uh, ook directeur was van de inlichtingendiensten en verantwoordelijk was voor de inlichtingendiensten. En dat gewoon ja, in, in die hoedanigheid zou hij dan uh, onderzocht hebben hoe uh, chantabel Joris Demming was. En de conclusie was dat hij dat er niks aan de hand was. Ik zit zoeken, zoeken. en dit, dit staat nog niet mooi op zijn Wikipedia vermeld. Nee, van, niet uh, van Starmer. Nee. Nou goed, ik hoorde het op No Agenda, dus uh, nee. dan weet je dat het waar is. Ja, sowieso. <laughs> Vet. Ja, dus we gaan lekker de transnational elite uh, in het zadel helpen, overal in Europa. Dat is nu het idee. Ja, de, de pedofielen, inderdaad. Ja, ja. Die, moeten, die moeten aan de macht. Dat is wat ze willen. Goed, uh, hier wilde je naartoe volgens mij. Ja. El Salvador. Loser. De, de, de Ben of dictator. De coolest dictator, zoals hij zelf zegt. Ja, dat vindt hij zelf juist. Ja, ja. De coolste dictator. Ik kan dit... Um, um, wat, die, wat dit artikel zegt... is de AP, dus natuurlijk ook niet helemaal... Um, onafhankelijk. Dus dit is westelijke... of eigenlijk noordelijke propaganda. Um, ja, hij zou gezegd hebben... hij zou eigenlijk de... de, 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 de technieken van de gang... Crackdown uh, als dreiging hebben gebruikt tegen importeurs en groothandelaren van goederen en diensten mm -hmm. en voedsel, vooral uh, dat als ze door zouden gaan met het volgen van de prijzen, dat hij ze, dat ze te graag zou nemen en ook massaal in de bak zou vlekken. Ja, tenminste, hij heeft gezegd dat, hij het, ze, het, dat ze gezien hebben. Uh, hij zei van ik geef je ik heb dit artikel gebruikt en niet een, een, uh, een tweet. Want ik zag ze bijkomen in een tweet in mijn. Uh, hij heeft het zelf getweet? Nee, ik, ik, hij heeft het gezegd in een speech. Oké. Okay. Dus ik, ik zag een filmpje van hem vanbijkomen bijkomen waar hij dat in Spaans zegt. Ja. Omdat in het Spaans is dat van ja. Ik pak even een AP-artikel erbij die hetzelfde stelt. als wat hij tweet stelde, wat hij in Spaans vertelde. Ja. Um, waar, waar hij zei in die speech dat, hij, in, um, dat mensen met bedrijven en importeurs moesten, moesten oppassen voor het verho verhogen van prijzen en dat ze anders de consequenties zullen ondervinden zoals de gangmembers dat ook uh, hebben ondervonden en zoiets zei die ja ja <laughs> is... dus ik geloof 100% dat het waar is niet omdat het, om het AP is... maar omdat ik het eerst via een andere bron mij in mijn op X voorbij zag komen in het Spaans, maar ik dacht, ik doe pak even de een Engels artikel erbij die hetzelfde zegt. Ja, nou ja, dit is. Uh, uh, je ziet het ook overal terugkomen. Het is echt breed uitgemeten. Uh, er is werkelijk geen site en geen groot YouTube kanaal die, die zich hiermee bezighoudt, die hier niet over bericht. Uh, omdat het natuurlijk. Um, dit is wat dictators gaan doen op een ja. gegeven moment. Dus. Um, Kijk, je hebt in El Salvador natuurlijk ook inflatie, weet je, ondanks Ik dat. Ik vroeg me dat af inderdaad, maar hoe is dat? Nou, Wie... ze, ze hebben gewoon Amerikaanse dollar, hè? Dus ze hebben de, ja, de, okay. ze hebben Bitcoin en Amerikaanse dollar. Ja, precies. Dus um, uh, deze, dit gaat over prijzen in dollars, ja, omdat exact. de dollar aan inflatie onderhevig is, dus vanzelfsprekend worden dingen in El Salvador ook duurder. Um, ze worden niet per se duurder in bitcoin. Dat vind ik raar. Terwijl hij zo'n bitcoin president is. Waarom haal je die vergelijking er niet bij? Weet je? Ik bedoel, als jij kijkt naar de prijs van bitcoin vorig jaar en de prijs van nu, die is die twee keer zo hoog. Nou, als je boodschappen twee keer zo duur zijn, dan is de prijs dus gelijk gebleven. Ja. Dus waarom haalt hij dat voorbeeld er niet bij? Mm -hmm. en, uh, maar goed, weet je, ik, ik denk dat dit, uh, dit, gaat, dit haakt in op wat je net zei, over dat politici eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun populariteit. Mm -hmm. En uh, ja, als mensen honger krijgen in El Salvador, of het leven voor duur, dan ga je dus um, ga je opstanden krijgen. En hmm. dat wil hij niet. Dus daarom dat hij deze ferme taal uh, bezigt. Ja, wil ze vijftig van de stemmen wel waarmaken die hij heeft gehaald bij de laatste verkiezingen. Ja. Maar wat, uh, wat dacht je toen je dit zag? Dacht je dit is, dit is, dit is gewoon één op één waar? Of had je zoiets van uh, um, dit is uh, um, dit kan niet waar zijn? Of dit, dit... Ik, dacht, ik dacht, zie je wel. Zie je al. Ja, D gewoon. dit is politici belike. like. Dit, ja, is, dit is wat dit, ze doen. Dit is wat ze doen. Het ja. is, is een van de twee uh, kopstukken van zijn troon gevallen. Ja, en nu is het. Ik uh, wacht tot op zijn, uh, zijn, 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 ik, bedoel, ik, ik bedoel dat is de hele dingen. De hele idee waarom politici niet werken is omdat ze altijd een, een eigen agenda nastreven. Want mensen streven altijd een eigen agenda. Daar is helemaal niks mis mee. Als jij niet de zeggenschap hebt over honderden miljoenen, weet ik veel, uh, honderdduizenden miljoenen. Miljarden mensen, uh, mm -hmm. dan boeit het niet, want dan gaat op een gegeven moment gaat het schuren en dan kies jij voor jezelf. Ja, en ik heb ook nog gekeken. Whitney Webb heeft laatst ook een heel hele podcast gehouden over Milay en uh, Bukele. over wat, wat, wat hun waren drijfveer zijn. ik heb, stuurde een uh, kijker uh, door, mm -hmm. ik heb hem nog niet, uh, nog niet. Gekeken. En wat was de ware, uh, ik heb, niet, ik heb niet gekeken, maar dat toen dacht, en toen kwam dit voorbij. Ik dacht van ja, het is, het is, ik blijf erbij dat ik niet op politie wil vertrouwen op een langer termijn. Op een duurzame oplossing die onze problemen ga, gaat gaan oplossen. Die publieke opinie moet zo veranderen dat mensen snappen dat politiek niet werkt: dat we het uit, ons, uit onze maatschappij gaan snijden, ja. en andere oplossingen gaan bedenken. Uh, en wellicht dat de politiek daar op een bepaalde manier nog een, een rol in kan spelen, maar het is niet de oplossing. En dat. Uh, ja, dat nou, ja, laat goed, uh, zien. Uh, nog even voor wie dat niet begrijpt: wat is het probleem met uh, uh, handelaren, grote handelaren en ondernemers in de bak gooien als hun prijzen te hoog zijn? Wat het probleem daarmee is? Ja. Nou ja, dan, heb je, dan mis je wat, in, wat diensten en wat producten die we hebben. En je, ja, dus dat dan, dan wordt er dan gewoon vrijheid, geen voedsel meer. Uh. Nee, je vrijheid wordt een beetje ondermijnd. En uh, ja, goed dat ik denk dat. Uh... Maar je kunt toch gewoon naar zo'n koffieboer gaan en een pistool op zijn hoofd zetten. En zeggen van, je verkoopt niet voor meer dan zoveel ja, per tuurlijk. kilo. Ja, natuurlijk. van af hoe lang dat dan duurt voordat, het, uh, voordat die koffieboei denkt van, nou weet je, kapper er lekker mee. Ja. Dat was ook iets, ik heb trouwens een artikel niet, niet um, ik zag een heel interessant artikel voorbij komen van een tweet ergens wat mensen gaan doen is nu denk ik denk, ja fuck it, laat maar weg hier. Mm -hmm. En volgens mij is Nederland daar uh, voorloper in zo'n beetje. Of mensen die vertrekken... Maar in Nederland vertrekken, vertrekken <laughs> 500.000 Nederlanders ja. per jaar. 500.000? Nee, dat zo ook niet zoveel. Ja. Ik wil nu naar CBS. Nou. Yes Emigratie in Nederland. Emigratie in Nederland, ja. 500.000? 500. Afgelopen jaar 500.000. 2023. Uh, misschien kijken. 22 en is 22. Blah, blah, blah. Uh, over, um, ja, het staat van migratie. over immigratie, immigratie. Dat je vindt is het... 3, dat, waren, dat waren hoeveel mensen die hier naartoe kwamen. Nou, er gaan dus ook meer mensen weg dan dat er komen. Dat hebben we eens. Dat is ook al veel. 332.000 mensen die immigreren naar Nederland per jaar. Ja, dat nou, is okay, heel veel. Dan Nee, maar dan moet het minder zijn, want we groeien nog als land. Oh ja, dan heb je natuurlijk een beetje bevolkingsgroei. Nee, zoveel is het niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Immigranten, migratiesaldo. Wat is dit? Het is grappig dat je dit niet zo snel kan vinden. Immigratie, Nederland 2023. 180.000 mensen in 2022? Ja, dat klinkt meer in de. Ja. Even kijken. Ja. Ja, dat dat, dat zo'n aantal had ik ook in mijn hoofd. Ja, het was meer. Het was vorig was het jaar, vorig jaar meer. veel meer. Ja? Het was veel meer vorig jaar. Ja. Nou goed, oké, okay. dat uh, gaan we onderzoek naar doen. Maar anyways, um, ja, mensen gaan massaal weg. Ja, en daar hebben ze iets op gevonden. Ik zag dat er, ik weet niet of het nou doorheen is of dat het. Meer een plan is 192.500 in 2023. Oké. 192. Ja, een MS-artikel van. Oké. Okay. Uh, nou goed, bijna helemaal. Dan zat ik er flink naast, maar oké. Okay. Um, maar dat, dat ze dus een emigratieboete uh, willen gaan invoeren. Een exit tax. Exit tax. Ja, 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 dat heb je al in heel veel landen. In Amerika heeft ja. het, Duitsland heeft het. Ja, ja, nee, absoluut. En hier heb je het voor je bedrijf ook. Als je uiteindelijk, als je een bedrijf hebt en je wil weg, dan moet je ook de. Moet je zoveel jaar verwachte winstbelasting aftikken. Ik heb een vriend van mij die is naar Malta verhuisd. Oh ja. En die moest zijn BV uh, Jimmy Joy, misschien ken je het wel, even die maaltijdshakes. Uh, Oké. Okay, yeah. Joy van Koningsbrugge. Die uh, medeliepetairier. Maar die is dus op uh, advies van, uh, volgens mij van Twan naar Malta vertrokken en verhuisd. En die woont daar nu. Ja. Yeah. Maar die moest nu al, ik weet niet meer, maar die moest echt heel veel geld aftekenen. Want hij heeft een miljoenenbedrijf in zijn, ja, in, in zijn dat is garage ooit uh, opgericht en nu is het een miljoenenbedrijf. Ja. Maar die moest echt heel, heel wat afteken nu al om zijn bedrijf te. Te, te verzetelen, noem je dat? Naar, te verhuizen, te verhuizen, naar, naar verhuizen naar Malta. Ja. En dat is voor bedrijven al zo. Maar ik las dus een tweet dat dat voor Nederland. vanaf volgend jaar misschien ook al voor, voor jou persoonlijk ook al gaat gebeuren. Ja, nou ja, goed. Ze gaan natuurlijk die, 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 die vermogensbelasting gaan ze opvoeren. Dat, ja. wordt, uh, van, dat gaat van 2% naar 36%. Uh, <laughs> dat, is, dat, dat is echt ongekend. En dat, uh, omdat ze dus verwachten dat iedereen smeert naar het buitenland. gaan ze dus nu. krijg je dus een soort exit-tax inderdaad. Ja, een ja, nee, dat zijn we. Misschien moet ik toch wel een tijd geleden over welk paspoort ik moet verbranden. Misschien moet ik toch dan. Je moet je Amerikaanse paspoort verbranden en Die, misschien je of Nederlands je Nederlandse. Ja. Beide. Ja. <laughs> maar je hebt gewoon nog een derde nodig. Ja, ja. ja Estonia. Nee, uh, Amerika is nog echt nog veel erger. Omdat je daar namelijk niet alleen exit tax hebt, daar betaal je gewoon nog de rest van je leven belasting uh, um, uh, aan Amerika. Dus als je uh, bijvoorbeeld in Amerika, uh, of in, voornamelijk Californië, als je daar hebt gewoond en veel geld hebt verdiend en je gaat naar een, andere, naar een ander land of een andere staat, verhuist, verhuist gewoon weg, dan blijf je betalen daar. Hmm. En dat, uh, maar goed, ja. Maar de belasting in Nederland is nu nog veel lager dan in Amerika. Ik, bedoel, ik, moet, ik moet aangifte doen van mijn inkomsten in Amerika. Maar ik krijg alleen maar een aanslag als, ik, um, als, ik min, als, als de belastingaanslag van Amerika hoger zou zijn dan die van Nederland. Dus als ik, ja, dan betaal je toch meer belasting hier? Ja, ja. ja. dan kan ze toch beter met een Nederlands paspoort verbanden dan met een Amerikaans, Oh, Oké, okay. ja, maar je mag niet hier wonen en werken. Nee, uh, ja, ja, ik moet wel expert moet je, worden dan. Ja, dan krijg ik 30%, nee, 30 korting op mijn inkomsten. Nee, je, je, je bent een expert in principe, omdat je een Amerikaan bent. Dus dat zou je misschien nog wel kunnen aanvoeren. Ik heb geen idee. Nee, volgens mij niet. Maar, maar de Nederlandse Belastingdienst heeft een regeling met de Amerikaanse Belastingdienst... om dit af te stemmen op elkaar. Ja. Dus dat... Um, ja. De, ja, nou goed. Maar dat betaalt, ja, je betaalt hier heel veel belasting. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Dus als je het weg wil, dan moet je dit jaar... en anders uh, moet je volgend jaar flink aftikken. Ja, Lachen? Nee, volgens ja. mij was het 2027 <laughs> dat ze het wilden doen. Oh, ja, ja ik echt 2025. Ik weet het niet. Ik word, je wordt er niet vrolijk van in ieder geval. Goed, um, even kijken. Waar gaan we naartoe? Um, Dik Nog had je Dik Schoof? Dik Schoof, inderdaad. Wat is Schoof? Dat hij... Um, even kijken. Ah, hier, dat, ja, daar. Boven. Topambtenaar. Ja, daar is hij. Onze topambtenaar. Waarom wordt hij steeds topambtenaar genoemd? Nou, dat is een heel oud, oud artikel. Ah, Oké. Okay. Maar ik dacht, ik wil gewoon even... Um, ik doe. Dit heb ik vast voorbij zien komen en dag wat een gelul. Ja, maar toen. Ja, Dick schoof. Ja, die, die namen zijn me toen vrij weinig. Maar nu stond onze premier. Ik dacht nou nog even leuk. Wat uh, herinneringen uit de Den oude doos halen. Zoals ja. wat jij zegt over het Holodex-onderzoek. Uh, en nu dus ook blijkbaar. Een van MA17, waarbij hij zich, uh, waar hij, waar hij zich mee wilde bemoeien. Ja. En uh, niet nu na te gaan is of dat. Hoe dat. Of dat in onderzoek onbemoeid is gebleven. Ja, nou ja, goed. Dat. Uh, um... Dick Schoof is wat dat betreft gewoon iemand die um, um, de belangen van de NAVO behartigt. Ja. En daarom ook zo opvalt omdat Hij is gewoon heel close met Rutte en dat ja. blijft. En dat uh, ja, hij is daar neergezet, waarschijnlijk door Rutte zelf. Ik weet het niet. Maar uh, het is, het is zo'n ontzettend rare situatie dat Dick Schoof onze nieuwe premier is. Ja. Het is zo weird ja. en het is zo ondemocratisch. Het is zo krankzinnig ja. in elk opzicht. Um, en dat iedereen... Um, er gewoon ja, kampjes onder blijft. Het is yeah. echt, ja, echt bizar gewoon. Echt bizar. This is fine. Ja, ja well, inderdaad. In This ja, is ja, fine. Precies dat. Dat is het inderdaad. Ja. Ja. Ik blijf het wel leuk vinden... want hij blijft een beetje uh, publiek... Um, hoe zeg je dat? Optreden, uh, slechte publieke optredens doen. Ik zag hem een van de eerste keren... naar die regeringsverklaring in de Tweede Kamer... ergens een interview geven aan journalisten. Hmm. En hij stond bij... hij kwam daar en hij was een beetje... Oh, het Stond hij blijkbaar recht achter de automatische oh, deur? De ja, de deur ging oprecht. In zijn bek uh, sloeg. <laughs> ja. uh, en nee, ik weet niet, ik vind dat gestund. Het is een verademing met dat gladde jakker van, uh, van Rutte, al die tijd. Nou, wat ik wel vind, ik vind schoven uitstralen dat hij daar niet wil zijn. En dat heb ik de hele tijd. Weet je, die ongemakkelijkheid, ja. dat, dat is ook van... Ja, hij zit in een situatie waar hij zich niet op schrijft. Hij is uit zijn comfortzone. Hmm. En, dat, uh, en hij wil dat helemaal niet. Dat straalt hij echt uit. Weet je, sommige mensen vinden het fantastisch om... Weet je, Pieter Omtzigt vindt het fantastisch ja. om in de schijnwerpers Guggen te staan. Hugo de Jonge. Hugo de Jonge nou, inderdaad. Die vindt het allemaal fantastisch. Schoof niet. Die vindt dat helemaal niet fantastisch. Nee. En daarom is het zo interessant wat hij doet. Wat doet hij daar in godsnaam? Weet je, dan, dat betekent dat hij daar zit om een soort job te doen. Ja, je, precies. Hij zit daar helemaal niet omdat hij dat zelf wil. Hij is niet intrinsiek gemotiveerd. Ja, of hij vindt een deel van die functie leuk. Het publieke deel, uh, dat, dat vindt hij niet interessant. Maar de, ja, de macht, ik bedoel, hij is nu toch premier van Nederland, ja. dat is waarvoor hij het waarschijnlijk gedaan heeft. Ja, misschien wel inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, nee, ik, vind het een, uh, ik vind het een hele rare situatie. Maar goed, Emma 17 ja, nou weer, weer zo'n uh, zo 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 zaak, weet je, die, die het daglicht niet kan verdragen. Want daar is ook onduidelijkheid wat er nou precies gebeurd is. Een onderwerp wat niet besproken wordt, wat gewoon, ja, weet je, waar we, we hebben boeken gezien. Uh, hoe heet die schrijver ook weer? Was dat Erik van den Burg of zo, die daar boeken over had geschreven? Emma 17 Nou goed, er zijn er meerdere. En um, uh, die ook gewoon heel veel bewijs aandragen dat de MA17 gewoon uh, ja niet. De, de, laat ik zo, dat er een, een paar hele rare zaken spelen rond de MA17. Mm. En dat. Um, ja, dat, dat blijft raar. Maar het blijft interessant dat hij dus... Ik vraag me af waarom hij zich dan met dat onderzoek wilde bemoeien. Wat dat idee erachter is. Maar omdat ma 17 een, uh, uh, een lont had moeten zijn in het kruidvat wat Oekraïne was. Ja, nee, precies. En, en nu deze week op de NAVO-top zegt hij tegen Oekraïne... we zullen tot het eind der tijden jullie steun blijven geven in die oorlog. Ja, direct. Ja, Zelensky en alles. Ja, maar omdat hij voor de NAVO werkt. Dus ja. dat, dat is natuurlijk zijn... Uh, dat is het hele ding. Hij werkt voor de NAVO. Ja, nou, het is... Uh, wacht, ik, ga, ik ga op zoek naar meer... Als mensen... Misschien is het leuk. Als mensen meer dingen uit Den Oude doos vinden van uh, Dix schoven, dan uh, stuur het even in. Dan gaan we dat hier uh, weer even ja. tentoonstellen. Ja, inderdaad, ja. Goed, uh, Uruguay. Minder corrupt dan Frankrijk en Amerika. Of nee, dan Spanje en Amerika. Ja. Nou, dat, ik zal het voorbij komen. Het is... Het is een onderzoek gebaseerd op de mening van de mensen in het land zelf. Ah, okay. Dus het is okay. niet zo van we meten uh, hoeveel geld politici krijgen, hoeveel uh, um, mensen van baan wisselen als ze in de politiek hebben gezeten of um, ja. weet ik veel wat we ongaan allemaal doen. Dus, het is gewoon een vraag aan de mensen van het land. Zeg, wat vind je van de staat van het land? Uh, corrupt of niet? En dan dat antwoord bepaalt jouw rangorde. Ja. En helemaal onderaan staat dus Venezuela. <laughs> en helemaal bovenaan staat Duitsland. Oh ja, Duitsland. Duitsers vinden Duitsland niet helemaal top. Cool. Ja, dat ja. is ook wel zo. Duitsers zijn ontzettend naïef. Ja, is echt verschrikkelijk. <laughs> ja, ja. nou nee, het is echt, echt ziekelijk gewoon bijna. Uh, maar goed, ik vind het goed dat de Amerikanen in ieder geval door hebben dat hun uh, staat corruptie. En de Spanjaarden, ja, die weten dat ook wel natuurlijk. Dat, uh, dat is net als in Italië, weet je, corruptie is daar eigenlijk vrij zichtbaar. Dus mensen weten dat ook. Ja, maar het is wel, wel grappig dat dus Duitsland, Canada en Australië de, de top drie is. Oh ja, Australiërs vinden ook dat hun. Ja, dus nummer 1, Duitsland, nummer 2, Canada, nummer 3, Australië. Het zijn de drie meest woke landen ja. ter wereld. Ja, precies. Ja, en, maar misschien is dat toch ook wel de kracht van woke, hè? dat die virtual cycling ook een soort, blijkbaar, een soort vertrouwen uitstraalt. Van als je opkomt voor minderheden, nou dan zul je wel niet corrupt zijn. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Het is marketing. Ja, interessant. Ik heb trouwens geen idee waar Nederland zat niet op de, in het rijtje. Die hebben ze niet meegenomen, helaas. Nee, is lekker dat... belangrijk ook. Ze is eens lach, denk ik. <laughs> ja, precies. Ja, nee. wat, wat denk je dat het in Nederland zou zijn? Het zal, het zal, ja, het hoger zal denk ik. Ina, zelfs nee, het, het is iets onder Duitsland. Uh, Nederlands vertrouwen hun, hun overheid wel. Ja, het daarom. Denk ja. dat heb je het Ik denk zelfs dat het hoger is dan Duitsland. Nee, ik denk dat, dat denk ik niet. Duitsland is extreem. Duitsland zegt extreem. Ik heb, je hebt ook zo'n um, nou. Nou, er is ook zo'n ander onderzoek wat stelt, wat stelt dat soort van objectief stelt hoe betrouwbaar is de overheid. Daar komt Nederland elke keer als nummer één oh, ja? uit en ook okay. in, in de Moral Freedom Index staan ze ook bovenaan. Dus ik denk dat op basis van die, um, die hmm. factoren, denk ik dat, er, dat we echt heel hoog hoog in de Duitsland. Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Dat uh, we zullen het nooit weten. <laughs> maar goed, dus ik omheen kijk, inderdaad. Ja, mensen zijn hopeloos naïef um, helemaal bovenaan. Dus even nog maar, dikke schoof. Uh, ja, dit, oude... het, dit was geen nieuw nieuws. het wel, wel. wel Dat was dus toch grap. Jij had drie weken geleden had jij een oud artikel gevonden. Ja. En een week later kwam een nieuw artikel in de Volksmond uit, want waarbij het eigenlijk, nee, waarbij dit werd bevestigd dat de AVD en de MUIVD Journalisten als agenten hebben ingezet. Maar dit is toch een. Uh, er is een onderzoek geweest. En daar, dat was de conclusie uit dat onderzoek. Dat ja. er waren iets van 43 journalisten omgekocht door de uh, AIVD. Nou, ik, ja, dat was. Ja, dat was mij datgene wat jij dus had. had, uh, had, had in de show had gezet vorige keer. of twee, 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 twee keer terug. Ja. Dat uh, NRC-onderzoek, wat we ook weer. Een afgeleid was van het onderzoek in Duitsland, waar honderden agent uh, journalisten Gekopt. waren ingehuurd. Ja, ja. Ja. En toen is dus de waakhond, uh, volgens mij dat het CTIVD, geloof ik, de waakhond voor de IVD en de MIVD is toen een onderzoek gestart. Okay. En dat is dus twee weken of een week geleden uitgekomen. Volgens mij is het eind juni stond er in het artikel 2024. Ja. Waarin blijkt inderdaad dat zij ook hebben geconstateerd dat er um, journalisten echt op de loonlijst staan of betaald worden door de IVD en de MIVD. Ze ja. dus zeggen in het artikel, ja, het zijn voornamelijk journalisten dan in, in, um, in het buitenland, in conflict uh, situaties. Maar er wordt ook een en fara journalist hier in Nederland uh, genoemd. Oké. Okay. Um, en ja, ik, het is... en wa, ik ben benieuwd Waarom dan een BNN-fara journalist? Wat is ja, daar Dat soms geen. Zond geen uh... Ja, het is jammer. Je wilt dit, wil je je wilt weten ja, wie, waarom, waarom. en hoeveel. En, ja, wat, ja, inderdaad. Ja. En wat hebben ze dan precies. Wat moesten ze dan wat zeggen? Dat hebben ze geschreven en gezegd. Ja, ja inderdaad. dat wil je weten. Want er is, ik bedoel, dit gebeurt voor een reden. Um, het is wel heel duidelijk in, aan welke, in welke hoek dit plaatsvindt. Ik bedoel, wij zijn nooit gebeld door de IVD of ja. we op de <laughs> loonlijst mochten of zouden willen. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat bij de volkskrant, bij, inderdaad, bij de meeste media, uh, bij de NRC's, bij het FD, daar zie je gewoon berichtgeving terug. waarvan ik zoiets heb van ja, dit is regelrecht in het straatje van de farmaceutische industrie, de NAVO, de wapenlobby. Weet je ja. dat, soort, dat, dat soort partijen? Ja, die hebben ook wel geld. En misschien dat dat geld inderdaad loopt via die inlichtingendiensten. Dat zou bizar zijn. Het is ook grappig dat dat onderzoeks. Uh, dus dat, dat CTIVD. Dat is het orgaan wat, uh, ja die, die moet. De geheime dienst controleren. Ja. Organisatie die uh, notarisch onderbezet is. Uh, <laughs> um, dat was de organisatie die um, Hugo de Jonge ook aanhaalde toen de. Um, de, dat, de bevoegdheden van de AFD en de MUVD werden uitgebreid. Ze hebben Maak je geen zorgen, want we hebben de CTIVD. Die, die zorgt dat alles gewoon netjes verloopt. En vervolgens heeft die organisatie geen geld om nog mensen aan te nemen. om te doen wat ze moeten doen. Uh -huh. Maar goed, die hebben dus wel dit onderzoek nu uitgebracht. En ze stellen. er is geen aanleiding om te veronderstellen. dat de inzet van journalisten onvrijwillig was. Of dat, dat het belangrijkste is van het onderzoek. Onvrijwillig. Ja. Ze zijn vrijwillig op de landlijst gegaan. Ja, precies. Ja, het is nog veel erger, ja. Ook zetten de geheime diensten de journalisten niet onder druk? Nou ja, dus dat reken maar dat ze dat wel doen. Ik bedoel, sorry, maar het is toch van je je wordt toch betaald? Ja, ik weet niet Maar uh, ik weet of ze onder druk worden gezet, maar ze worden in ieder geval verleid met uh, sommen geld om om ja. integriteit integriteit op het spel te zetten of gewoon ja. weg te gooien. Ja, exact. Maar dat ik interessant artikel gaat heel erg in over de onvrijwilligheid en uh, niet zozeer op het feit van ja wat is nou wat gebeurt hier nou? Ja. We hebben een overheid die zich bemoeit met de vrije pers in een land. Uh, exact. Wat doet daar? Wat is de, het effect daarvan? Want, want de, Thomas Bruin, geloof ik, heet die, die gozer, de hoofd van de. Um, hoe heet dat? Ook mijn secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Die vindt dat uh, zeer kwalijk. Maar ja, ik weet niet. Ik, het is. Niemand praat over, de, over het einde van je vrije samenleving door het ondermijnen van je, van je pers. Nou ja, kijk, in zekere zin is dat natuurlijk al heel oud. Weet je, dat is in Amerika met die Operation Mockingbird ja, uh, toestand. Ja. En we, dat interview, wat we een keertje gezien hebben met die guy, over... Uh, um, uh, dat was ook al heel oud. Het was een televisie-interview. Het ging over de Vietnamoorlog en de rol van mm, de journalisten daar. Yeah, weet je? Dus oh ja, ja. Dit, dit is al heel oud. Het enige is van het moet wel duidelijk zijn. Als het als, het, als onderzoek uitwijst, uitwijst dat het aan de hand is, gooi het ook in het, in het voetlicht. Weet je? Laat ja. zien wat er aan de hand is. Wie heeft wat betaald gekregen voor wat? Want dan weet je namelijk gelijk van oké, okay, dit is die krant, dit is dat uh, nieuwsprogramma, dit is deze outlet. En die dan weet je van, nou, daar hoef ik dus niet meer. Dat hoef ik niet meer serieus te nemen. Nee. weet je, dat is gewoon, dat is propaganda. Ja. En nu weten we, ik bedoel, we maken altijd grap, weet je? Van, nou, alle mainstream media, dat is propaganda. Dat is ook zo. Maar het is, het is echt wat waard als je exact weet wie er is omgekocht omgekocht voor wat. Mm -hmm. als, da als dat duidelijk was, ja, nee, dan, uh, dan, dan waren we echt een stap verder. Ik hoop dat het. Uh... Ja, het is vast niet gebeuren, maar ik hoop dat het er toch nog een beetje uitkomt dat we daar. Uh, ik, ik, ja, ik wil ook weten, ik kan me niet indenken wat er dan in Nederland, inderdaad, zo'n Vara, journalist wat, wat hij dan moet schrijven. Moet gewoon kritische artikelen over corona, over Oekraïne. over nee, De AIVD zich bezighoudt met corona, denk je? Dat? Ja, 100%. Ja, echt duizend procent zelf. Dat is de NCTV geweest. En dat is nou ja, in feite de nou AIVD. Ja. Ja, ja. um, nee, absoluut. En, en ik weet ook dat. Uh, uh, er zijn ook, uh, weet je, van die, van die uh, verhalen van YouTube-influencers die, die hebben geld gekregen om pro-vaccinatie-content ja, te maken. Uh, weet je, op het moment dat het, uh, ik doe niet meer mee, hashtag ik doe niet meer mee, ontstond veel ophef. Mm. En toen waren er ook een aantal uh, uh, ja, influencers die gewoon zichzelf maar een beetje terugtrokken, omdat ze gewoon echt aangevallen werden. Mm. En achteraf bleek er ook allemaal geld achter te zitten. van mm, en hoe ja, dat precies. werkte dus. Ja, nee, reken maar dat dat ook met corona te maken heeft. Hetzelfde met, met de verhalen over de oversterfte en de vaccinatieschade, weet je. Waar gewoon geen... Ja, er wordt gewoon geen aandacht aan besteed. 0,0. Nee. Terwijl het is gewoon te overduidelijk wat er aan de hand is. Ja. En het... Uh, ja, er wordt... En er uh, gebeurt ook best nog wel veel, volgens mij. Ik volg tegenwoordig... Uh, internationaal wel, ja, ja. Nou, ja. Ik heb nu zo'n nieuwsbrief van Robin de Boer. Die, die doet... Um, die houdt zich alleen maar hiermee bezig. Oké. Okay. Namelijk met met vaccinatie, vaccinatieschade en je ziet nu ook in Australië en Canada geloof ik dat er um, onderzoeken uitkomen die uh, er was maar in het was, was in Australië of in Canada een van de twee. Een plek waar de kindersterfte 3.362% hoger was dan normaal gesproken. <tie> dat soort dingen. Jezus. En dat zijn nu zo'n een hele, hele lobbygroep opgestaan. Van, die wil ja, we willen antwoord hebben. Waar komt dit vandaan? In plaats van dat je doet alsof het normaal is. die, ja. uh, die oversterfte. Ja. Maar er gebeurt best nogal veel op, op dat uh, op gebied. Ik was helemaal vergeten dat de NCTV. Dat is natuurlijk die dik schoof die met zijn NEP-accounts. waar die mensen ging volgen. Ja, en, Ja, dat, uh, ja, ja. Ja. Alle criticasters, journalisten, op een lijst heeft gezet. Het zou mij echt niet verbazen als Martin Ke Maarten Keulemans ook op die lijst staat. Oh ja. ja. Ik bedoel, die heeft zich zo... Maar ja, goed, misschien is hij ook wel zo fanatiek dat hij daarom niet op die lijst staat. Omdat hij een... Of hij denkt win-win. Ja, is de... als, als ik toch... Uh, ja, ik, volgens mij. Als ik toch... Als ik, toch als, dit, als ik dit wil ik toch wel zeggen, nou, betaal me dan voor. Ik dan ja. zou niet echt naar Poetin een zak geld zou brengen hier. Ja, maar als jij betaald wordt voor iets, dan, dan doe je, schrijf je verplichte uh, artikeltje. En dat was het. Ja. En Maarten Kolemans is natuurlijk bij elke. Uh, <laughs> ja. uh, iedereen die ik maar iets over vaccinatie zegt, dat duikt hij er bovenop. Dus dat, uh, dat misschien ja, krijg misschien... je net zoals artsen die um, 50 euro per keer. Ja, elke per vaccinatie krijg je, <laughs> krijg je gewoon betaald. Ja, ja. ja misschien wel inderdaad. Doorlopend in contract. Ja, vet. Goed, um, je hometown Barnes is in het nieuws. Ja. Dat is, uh, daar ben je opgegroeid, toch? Ja. Die zegt nee tegen de Nederlandse driekleur. Ja. Waarom zeggen ze nee tegen de Nederlandse driekleur? Ik, het is niet... je uh, het is, het is, oh, staat er. Het is voor sommigen een symbool van uitsluiting. <laughs> ja, dat, dat vindt GroenLinks ook is beter. Ja, de is, beter. <laughs> ja de vlag is beter. Dat is geen uitsluiting. Inderdaad, ja. ja de, de Nederlandse vlag is een symbool voor uitsluiting. Ja. Ja, ja, goed. In, in, principe, kijk, in principe is dat ook zo. Hmm. Alleen gaat het. Ja. Het is niet zozeer uitsluiting, het is buitensluiting. Ja. Namelijk van iedereen die niet in Nederland woont. Ja, precies. Dus de Nederlandse vlag vertegenwoordigt iedereen uh, die in Nederland woont. Um, hoe kun je dat anders zien dan dat? Weet je, ik bedoel, dat is, dat is bizar. Ja, dat, dat is precies wat het is, maar dat is blijkbaar. Dat is buitensluiting. Dat is uitsluiting. Ik heb er bar gewoond, ik weet, ik weet hoe het is. Het is uh, heel mooi, maar ze noemen het ook wel het, uh, het Groene Graf omdat het, uh, het is heel groen het is, het is geen reet te beleven. En volgens mij komen heel veel mensen uit Amsterdam, die het wel gezien hebben hier, die gaan naar Baren toe om uh, hun laatste adem daar uit te blazen ooit. Ja. Dus ik ben, nou goed, daarom ben ik uh, ja, uiteindelijk weggegaan. Maar die, ja, die mensen hebben dus niks te doen, dus dan moet je dit soort on... Um, ik moet zeggen, dit is het on... Uh... Maar dit is, kijk, het is gewoon. Politici zijn doorgaans heel dom. Weet je, dat zijn mensen die niet echt iets kunnen. Die hebben geen. Uh, weet je, die hebben waarschijnlijk heel lang aan de universiteit gestudeerd, maar niks geleerd. Uh, <laughs> hebben, uh, uh, ja, zijn niks waard in de markt. En daarom ga je maar de, de, de politiek in. En dan, um, ja, dan ga je op een gegeven moment struikel je wel over, over domme shit. Zoals dit, weet je. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Maar dit is toevallig. Natuurlijk gelijk opgepakt in de media van oh, moet je kijken hoe gek ze in baren zijn. Nee, het is gewoon ja, een is de, de huiskant van Baren zelf. Ah, oké, okay. die, die hebben wel zoiets van dit gaat een beetje ver. Nou, die weet, denk ik niet. Die denken van kijk, dit is grappig. Dit, uh, dit gebeurt er in Baren. Ja. ja, het is grappig. Het is inderdaad ook, uh, uh, er is wel een regenboogvlag. En er is een Oekraïnse vlag inderdaad, maar de Nederlandse vlag dat gaat dat echt veel mee. te ver. Ja. Ja, ja, het is echt. Uh... Nou, gefeliciteerd Baarn, lekker ja. bezig, lekker dank, bezig. Dank aan VVD voor Baarn en uh, GroenLinks. Dat zijn de grootste partijen daar. Ja, inderdaad, bazig zijn ze daar in Baarn. Ja. <laughs> de vogelgriep. Ja. Um, Amerika heeft maar liefst 176 miljoen dollar betaald aan Moderna om een alvast een vaccinatie te maken voor de vogelgriep. Wat denk je? Is dit een, um, een slimme marketingplooi van Moderna? Of uh, dat ja. Waar, 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 ik dacht dat ga jij hem opgooien? Van, nou, ja, dit is het. de mensen die geld uh, krijgen, zijn gewoon de mensen die het best kunnen lobbyen met een beste PR-afdeling. Of zit er meer achter en um, kan het nog wel iets worden die vogelgriep? Um... Nou, ik denk wat je, hier, wat je hier ziet is wel degelijk een. Uh, kijk, Reuters is ook, net zoals net alle pers, persbureaus, um, voor, volgens mij, 560 euro, koop jij drie of vijf persberichten op Reuters. Hmm. Of AMP. <coughs> en dat, um, uh, dit ziet er gewoon uit als een, uh, als een moderne marketinguiting. Uh, um, de kans is heel erg groot dat dit, um, uh, dat dit bedrag ook. Um, is toegekend aan andere uh, vaccinontwikkelaars. Uh, het verhaal zal wel genuanceerder zijn dan dit. Ik heb het artikel niet gelezen verder. Um, maar ja, wat natuurlijk interessant is, is dat er nu alvast geld wordt uitgetrokken voor. Um, ja, De ontwikkeling van vaccins voor ziektes die er niet echt toe doen. Daarom denk ik ook dat het waarschijnlijk gaat om vaccins voor, uh, voor dieren, dus voor uh, vogels, voor kippen en dat soort dingen. Nee, volgens mij is dit echt een. Ja. Gaat dit om een mensenvaccin? Ja. Even kijken. Mhm. Uh -huh. Hmm, het zat er niet per se bij. Hmm. Jawel, jawel. The contrast includes options to accelerate the development timeline if needed, based on an increase in human cases. The severity of cases or human-to-human -human transmission of the virus. Ja, oké, okay, maar het wil niet zeggen dat die 176 miljoen is toegekend. voor het ontwikkelen van een vaccin voor mensen. Het zou zomaar kunnen. Het ligt veel meer voor de hand dat ze nog in, Ja, weet je, dit gaat waarschijnlijk om dieren of vogels of weet ik veel. Of koeien. Dat. Uh, wat ik zo lees is het wel ze hebben net nou wel over wat, dat het nu um, zeg nu om de dieren dairy wor, um, cows tree dairy workers ja, het is wel omdat er dus ook mensen zijn besmet met het virus het artikel gaat wel echt in over dat het ja. bedoeld is voor, voor uh, mensen ja ja oké okay. nou goed dit um, ja, dit is gewoon bezig nu dat uh, helaas maar dat is wel. Ik ben, ik ben wel benieuwd. Ik kan me wel indenken dat het een goede marktemployer is. Maar het blijft terugkomen in de media. Dus, nou, maar dat is niet gek. Dat hebben ze ook met de, um, COVID ook gedaan. Daar was de farmaceutische industrie ook uh, twee handen op één buik. Met de media. Ja. Die weet ik veel door hen betaald werd. En dus al in berichten. Maar. Uh, en wat maar ik al zei, dit is een Reuters artikel. Dus dat zegt echt helemaal niets. Nee, precies. Maar Bird Flu in het algemeen. Vogelgriep zie ik wel echt heel veel terugkomen. Ook bij andere media. Ja. Dus dat is op zich niet gek. Maar er komt nog niet echt een. Ja, misschien is dat het wel. Misschien blijft het daarbij omdat de angst voor wat jij zei, griep gewoon niet aanwezig is. En ze kunnen wel, um, weet ik veel, 10% van die uh, 176 miljoen weer direct terug in de media inpompen om te kijken of men er bang voor wordt. Ja, um, maar ja. Nou ja, zie jij um, mensen weer mondkapjes opzetten, weer vaccinatiepaspoorten, QR-codes? Zie jij dat gewoon weer gebeuren? Ja. Ik zie het namelijk ook gebeuren. Ja, ik ja dat... wel? Ja. Ja, ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ja. Ja, omdat het gewoon... Maar voor dit of? Nou ja, voor dit of voor whatever, weet je, wat er weer komt. Mensen zijn uh, um, echt wel zo dom dat ze je nog een keer intrappen. Ja, en precies. ik wel minder hoor, wel minder. En er zal ook zeker meer, veel meer ja. um, uh, weerstand komen. Maar um, ja. De vraag is of de groep die weerstand biedt, want we wel eerder zo'n theorie behandeld. Voor mij zei Joe Rogan dat over hoeveel procent... Dat je altijd 25% die um, um, ja, de ene kant op wil bewegen, 25% wil de andere kant op bewegen. En 50% die denkt van, ja, die beweegt gewoon met de meest dominante groep mee. Ja. En ik denk dat vorige keer was de meest dominante groep die, de, 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 de scheitert die uh, binnen wilde blijven en zwemmen met een mondkapje op. Ja. En de vraag is, is, welke groep nu dominant is die groep? 25 ja. en misschien wel 30 geworden door, door die onzin van de afgelopen jaren. Nou, ik denk het wel. Kijk je, 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 daar lees je dan weer niks over. Maar ik, ik had laatst hoorde ik een podcast, daar werd dat benoemd over dat uh, uh, mensen massaal hun kinderen niet meer laten vaccineren. Ja, oh ja. En dat uh, ja. daaraan zie je gewoon, ja, mensen zijn echt wel wakker geworden over vaccins, weet je. Mm -hmm. Want eerst is natuurlijk de definitie van wat een vaccin is, is aangepast. Daardoor kon die mrna corona zuiden daarheen gejaagd worden. Um, maar dat heeft ook een schaduwkant. Het is namelijk dat alle vaccins nu verdacht zijn. En, dat, um, uh, en wie weet is dat helemaal terecht hoor. Ik, bedoel, ik zeg niet dat dat, dat dat terecht of niet terecht is. Maar um, uh, het is goed om altijd kritisch te kijken. En uh, mensen zijn dat nu aan het doen. Die zijn wakker geworden, mm hebben -hmm. dus iets van... Ja, ik ga niet zomaar mijn kind allerlei rotzooi geven, weet je. Mm -hmm. Dus dat, uh, uh, dat is in die zin is dat uh, nuttig. Maar dus dat zegt misschien ook wat over hoe zometeen uh, de sneuvelbereidheid is als de ja. volgende vogel langskomt langs komt <laughs> en iedereen zijn maal moet opstropen. Ja, ja. Want dat is uh, dat is wat het is. Ja, sneeuwvol Ik weet niet waarom, maar je hebt het over de, het kritisch kijken naar vaccinaties en er schiet in een filmpje in mijn hoofd wat ik niet in de show notes heb gezet. Wat ik voorbij is gekomen over creatine. Ja. Um, en creatine is natuurlijk een, um, een supplement wat veel mensen gebruiken voor sporters, sporten. Ja. Omdat het je, de, de ATP, de energie in je spieren um, vergroot, of het is maar de op, opslag daarvan. Mm -hmm. En je dus harder kan sporten. Ja. Um, en, ik zag, en ik ben fan van die dokter James Dino Nicolantonio. Dat geeft ja. oefenen, Ik heb het vaak ja, over. Ja, ja, ja. <laughs> Die uh, zegt van dit is het meest onderzochte supplement wat je, wat je maar kan vinden. Het is er... Nu is dat, hè? Want vroeger werd het echt als doping gezien bij wijze van spreken. Ja. En nu is het gewoon echt een supplement geworden. Ja. Uh, ja interessant. Ja, want je vindt het ook gewoon in gasgevoerd rood vlees. Ja. Daar, daar, komt het, uh, daar komt het vandaan. Maar je, je kan het dus als poeder gebruiken en elke dag bijnemen om energie te uh, meer energie te hebben. Maar het is dus er zit ook een. En daar hebben we het er vaker over gehad dat. Heel veel dingen die goed zijn voor je lichamelijke gezondheid, ook goed zijn voor je geestelijke gezondheid. En er zijn dus nu ook onderzoeken die uitgevoerd naar het effect van creatine op depressie en angst, anxiety, angststoornissen. Ja. En dat het daar dus ook tegen helpt. En ik vond het zo interessant omdat, um, vooral omdat, niet omdat creatine dan per se um, zo interessant is, maar het feit dat het voorkomt in grasgevoerd rood vlees, mm -hmm. wat sinds de jaren zeventig steeds minder wordt gebruikt in ons dieet. Ja. Terwijl we, we hebben dat van mij een maand of twee geleden... nog behandeld, terwijl het... antidepressie van gebruik, gebruik gaat door het dak heen. Ja. Dus is eigenlijk een soort van... tegengestelde correlatie tussen die twee. Ja. En dat, het artikel ging daar niet over, maar ik legde zelf... dat verband van, oh wat interessant dat wij dus... steeds minder rood vlees eten... en, en daar... Fysiek, maar denk ook mentaal, gewoon steeds vaker de gevolgen van ondervinden. Nou, ik, ik denk wel dat er meer uh, rotzooi voedsel in omloop is, die zorgt ja, voor ja. Uh, hormoonproblemen, Zeker. waardoor je depressie optreedt. En uh, weet je, soja, wat overal in zit, uh, is sowieso voor mannen, in ieder geval, een mm -hmm. testosteronverlager. Ja. Um, daar worden mannen depressief van. Ja. Dus dat als je, als je te laag testosteron hebt, heb je een probleem. En dat is in deze maatschappij, is dat gewoon weet ik veel de een op de drie mannen heeft gewoon tieten weet je zo, zo, zo erg ja, uh, maar maar echt weet je Bill Gates voorop ja, en dat, ja. uh, mensen zijn zo ongezond hier helpt er ook bij ja absoluut nee, alcohol is ook, ook zo'n ding dus wat dat betreft um, ja, weet je, het, het is echt wel meer dan alleen rood vlees. Maar het is wel, ik vind wat ik echt heel opvallend vind. Is dat als ik naar, die, naar de sportcommunity kijk. Weet je, en dan daar heb je ook een soort overlap met een soort gezondheidscommunity. Weet je, die willen dan bijvoorbeeld heel oud worden. of juist heel sterk worden. Um, maar die hebben allemaal met elkaar gemeen. Vlees eten ja. en dagelijks uh, resistance training. Dat ja. zijn gewoon de twee. Uh, en wat, wat ze ook nog een keer, uh, dat zag ik ook voorbij komen laatst. Is dat de allerbelangrijkste factor in uh, bijvoorbeeld het overleven van kanker. Wat denk je dat die factor is? Um, ja, ik wil er ik wil dus zeggen, een, een, een bepaalde... Um het team zeggen dat tegenslag te dat je dat je ja psychisch iets, psychisch iets moet, ja, iets moet overkomen over dat je nou, het, het is iets anders het is yeah? veel logischer het is spiermassa oh ja ja dus uh, de uitkomst van je, uh, van je ziekte uh, is bijna één op één gecorreleerd aan de hoeveelheid spiermassa die je hebt wow. en dat, uh, dat is echt heel interessant zeker omdat je dus ziet dat ja, veel mensen gewoon afhaken met bewegen naar hun het begint al vanaf zijn vanaf hun dertigste, ja. weet je? ik dertigste. Misschien voetballen ze nog wel eens 20, 22 zijn en dan gaan studeren, weet ik veel. Werken en dan stopt het. Hmm. En dan wordt er uh, nog misschien nog wat gefietst of zo, maar niet veel, en niet genoeg hmm. om uh, uh, echt gezonde spiermassa te hebben. Hmm. En dat, um, ja, dat is een belangrijke factor in gezondheid. Maar het is lijkt dat we aan de ene kant, dus rood vlees en and alle andere gezonde dieke producten eruit hebben gehaald. Heel veel verwerkt middelen hebben teruggestopt. En dat soja is, denk ik, ik. denk dat dat ook een correlatie tussen minder vlees, meer soja. Dat soja is degene wat uh, vleesvervanger. vleesvervanger wordt ja. gebruikt. Dus je gaat een en minder rood vlees krijgen. En je maakt iets waar je, terst, je maakt dan minder testosteron aan. En dan vervolgens neem je iets wat het ook nog eens een keer verlaagt. Ja, ja het is echt, uh, als, als je praat over je moet je verdiepen in iets wat zo'n uh, ziek effect gaat hebben op je lichamelijke en geestelijke gesteld dan is het wel voeding. Ja. Maar denk je dat al die dingen met elkaar te maken hebben en hoe hebben ze met elkaar te maken? Um, nou ja, het, heeft al, ja, goed, het ligt eraan hoe, um, hoe, hoe diep je denkt dat het rabbit hole ja. gaat. Mm -hmm. um, denk je dat er een bewuste beweging is om de mensheid ongezond te maken? Ja, dat, is, dat zou je dus kunnen. Ja. Dat lijkt er wel op z'n jaren. Nou goed. Is het bewust of is het kosten, zoals jij altijd zegt? Ja, nou, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon inflatie is. Ja. Het is gewoon inflatie. En we hebben het vorige keer gehad, voor twee weken geleden, volgens mij, over dat. Uh, uh, weet je, elke samenleving drie maaltijden verwijderd is van de revolutie. Ja. Politici weten dat. Dus. Het volk moet gevoed worden en ze zien gewoon aankomen van ja echt voedsel uh, of kwalitatief hoogwaardig voedsel dat wordt onbetaalbaar. Weet je wat? We gaan sojaburgers, slangenburgers, insectenburgers. <laughs> ik wil dat we dat ze allemaal kunnen verkopen. Maar ja, dan moet die marketing nu beginnen. Ja. Want straks kun je die biefstuk niet meer betalen en dan nee. moet je dus maar uh, insectenburgers gaan eten. Nou, die zijn dan wat goedkoper en gesubsidieerd waarschijnlijk. En dan, uh, dan gaat het op die manier opgelost worden. Je blijft ook mooi vinden dat, natuurlijk, die hele beweging extreem rechts wordt genoemd als je met gezondheid en sport en dat soort dingen ja. bezighoudt, omdat er ook wel om, omdat het, het klopt ook precies in hun narratief, ja. Want, jij... zelfverantwoordelijkheid nemen is extreem. Recht. Dat is waar dat allemaal over ja, gaat. Exact. Ik zag toevallig, ik heb hem er niet ingezet. Omdat ik, 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 ik moest zo hard. Maar het was zo'n dom artikel. <laughs> het was een artikel uit de Volkskrant. Waarin de schrijfster. die zelf op de vrije school heeft gezeten. Ja. eigenlijk zegt ja, 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 dat ja. Uh, vrije school, uh, kinderen op vrije scholen. Uh, voornamelijk van extreemrechtse witte ouders yeah. uh, afkomstig zijn. Dat yeah. ik zoiets heb van ja, je bent zelf weer ben gewoon een kind van deze. Uh, uit deze groep. Uh, ze zijn niet extreemrechtse. Ze nemen gewoon zelf wat meer verantwoordelijkheid voor de dingen die ze belangrijk vinden. Ja. En dat uh, ja, dat zal snel extreem echt dan inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad dat die wat dat is als je liberaal bent, of uh, klassiek liberaal of uh, ultraliberaal, dan heb je een steeds grotere, hecht je een steeds groter belang aan steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook waar ja. men dus de, de de term extreem rechts opplakt. En dat is inderdaad bij, bij um, sporters, fitnessers, um, mensen met, die zich bezighouden met gezondheid, wat als heel extreem wordt gezien tegenwoordig. Als je ja. Als je überhaupt bezig bent met, met, met een dieet en sporten, dan is dat heel extreem. Toen ik dacht van ja, nee, dit is de norm. Dat zou de, de norm moeten zijn. Ja. En de norm is nu gewoon niks doen. en... Uh, op de bank zitten een Netflix McDonald's eten. Ja, ja exact. En naar de naar de McDonald's en dat is ja, ongelooflijk. Goed, um, um, ik denk dat we doorgaan zo meteen. Op, ik denk het niet. Ik weet het ook. <laughs> o valentijn.com um, wees bazig. Ga daarheen. Uh, word een basige baas. En dan uh, zul je zien. Dat je daar uh, nog een heel uur lang kunt genieten van Vivo Valentine. En daar gaan we ook uh, wat meer video's behandelen. Want dat mag niet meer op YouTube, want dan knikkert YouTube ons eraf. Verder wil ik nog even zeggen dat we aanstaande zondag een uh, Sunday special hebben met Richard Hoofs, uh, huisarts en Egyptoloog, die eerder al een keertje te gast is geweest hier. En die, um, uh, met hem gaan we praten over uh, een bezield leven. Het lijden van een bezield leven. En het belang daarvan, uh, vanuit, ook vanuit een gezondheidsperspectief. Goed, dat is de dus zondag. Nu gaan we door op vivovalentine.com. We zien je daar.